koude kakkerlak. En ons Gat. huisgenootje heeft hem net vermoord voor ons. Maar nu moeten we hem dus nog opruimen. Oké, ik ga hem nu pakken, maar hij leeft nog half. Pas op, hè. Ik trek hem gewoon even vol sprieten. Oh, dat gaat niet. Pas op! Ik film niet eens, omdat ik zo Ik heb hem. Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag of woensdag. Het is woensdag. Het is vandaag woensdag en ik heb het zo 12 uur of zo. Ik heb net de begrafenis van opa online gevolgd. En Floor is al met Duurtje en zo wat even gaan shoppen en zo. Dus ik ga nou naar hun toe. En dan gaan we naar Westpunt. Dus daar heb je zo'n heel mooi strand. En zo gaan we van die klif afspringen en zo. En s'avonds gaan we sushi eten. Dus het is wel leuk. Wel heel dubbel vandaag. Deze dag is wel echt raar. Maar ja, komt goed. En hun hebben net geshopt. En ze hebben ook twee dingen voor mij gekocht. Dus ik hoop dat ik die leuk vind. Want ik heb ze nog niet gezien. Maar in ieder geval, ik ga er nu naartoe. Ik heb echt hoofdpijn. Maar ik ga er nu naartoe en dan zullen we wel zien. Yo, Floor. Ben je met Duurtje, Rens? En Floor? Ja, ik wou zeggen, nou hallo! En we ook nog een chauffeur. Even kijken waar we heen moeten zo, voordat ik fout heb. Moet hij nou aan of niet? Hij staat aan, hij staat aan. Hey, wat vertellen we? Hun hebben net geshopt. Jij hebt maar niet geshopt. Nee, voor jou geshopt. Hun hebben voor mij geshopt. Hij is shopt. Ik ken dit. Die hebben Dio en ik uiterlijk gehouden. Super mooi. Denk ik heb nog niet gepast. En deze heeft Jog van mij uitgekozen. Die heb ik ook, hè? Maar heb je deze ook? Ja, ik heb hem in Nederland liggen. Oh, echt? Ik heb hem ook in de blauw, die heb ik wel mee. Oh, leuk. Oké. Okay. Gaat dit? Nou, Jog, ik kies gewoon iets uit van het kort. Jij hebt hier geweldig. Wauw! Wauw! Zo mooi. Het leukste is, ik kan het ook gewoon aantrekken. Ja, ik laat ook. Dit is Floor. Links. Oh, hier staat het ook. Die oranje niet gewoon. Dit is een lekker roze blouse. Zo. Nee. En? Maar dat was hij ook. Hij was het hier. En daar vond ik vind hem wel. Ja, als echt zo'n blouse draait, niet draait, dan vind ik hem toch oranje voor. Een mondkapje. Nee, dat is heel nog kunt. Een jurk. Maar ik heb nog eens helemaal in de zebra's. En in het roze. Renske. Oh, mijn tanden. Dat is een nieuwe tanden. Maar ik ben ook helemaal roze, hè? Mijn kat is half roze. Ja, het is roze of zebra. Kies maar, wat vind je leuker? Het is een jurkje. Moet je denk ik wel aanzien, maar ik vind hem ook leuk. Hij is wel heel leuk. Nou, en Duurtje heeft ook nog iets gekocht, maar dat ligt hier niet. Ja, wel. Oh, nou laat even zien. Duurtje heeft een heel leuk kusje. En een heel cute riem. De witte blouse. Oh, hier is het daar. Oh, leuk. Welk? En een rebar. Ik wil friet. Ik wil friet. Ik moest gewoon iets kopen. Oprecht, als we daar langskomen wil ik echt heel graag friet. Ja, daar stop ik aan. Waar is je riem? Ik wil laten zien. Oh. Vlog heet al riem. Die kijkt dan altijd terug op de knop. Ja. We gaan en jij hebt niks? Cliff springen. Nee, we gaan van een cliff afspringen. Wat heb jij niks gekocht, joh? Nee. Oh. Vandaag niet. Oh, waarom heb jij dat vestje uit? Alles was op Amerikaanse maat afgesteld. Alleen maar XL. XL. Ik ben best beven, XL. Beetje overdreven. Ja, ik wou hem kopen, maar hij was alleen nog maar een L. Oh. Goed voor mij. Ja, dat is wel een beetje groot. Jammer zeg. Wij liggen op het strand. Super mooi. Van die rotsen daar afspringen. Dat was echt kapot eng. Het slechtste idee van mijn leven. En ik heb mijn teennagel is er af. Lekker voetje. We hebben even zelf een eigen verbandje gemaakt. Thanks to Dieltje. Ik ben dokter. Je wordt even chirurg. Ja. We gaan zo terug naar huis. Eventjes douchen en zo. En dan gaan we lekker sushietje eten. Heel veel zin in. Heb je die hond nou geaaid? Oh, dat moet je niet doen. Katten kan het niet. Honden ook niet, ja toch? Zwerfhonden. Ik heb de bak ook gehaaid.
Ja. Ik krijg je wel ziektes van. Ja, ik zie het al. We hebben even lekkere smoothies. Wat hebben jullie? Aardbeien-banaan. Oh, toevallig. Allemaal aardbeien-banaan. Ja. Hoe lekker. Is je mooi? Dus jullie zouden me vast gemist hebben afgelopen vlog, want ik sta er niet zoveel in. Dus ik dacht, ik let even een beetje van mezelf weten. I'm still alive. En ja, Renske en ik hebben afgelopen week heel erg ruzie gehad met elkaar. Dat is niet te doen, we hebben elkaar heel de week niet gezien. Geintje natuurlijk. We hebben nog even een tweede ronde besteld voor het eten, want we zaten nog niet helemaal vol. Dus wat? We zaten nog niet helemaal vol. Dus we hebben nog een zalmrol, nog een tuna rol, nog frietjes, nog boontjes en nog garnalen. Waar al? Altijd als ik heb gereden, dan vlog je het daarna rijden. Dan kost dat nog niet, en omdat ik zo dicht op het stuur zit. Ik moet zeggen, dit ziet er ook wel iets beter uit. Ja. Zou ik ze even voor doen? Daar gaat die wat jij hoort. Ja, doe maar eens even voor. Even serieus, zo zit je echt. Zo zit je echt. Ja. Ik vind dat heel fijn. Ik weet niet waar ik op drukte. En ik weet niet of ik nou heb gefilmd net. Maar ik hoop het wel. Alleen, hij stopte. We gaan naar huis toe. Weinig voor de hond, want Floor gaat weer rijden. Ik man. Oh mijn god. We hebben echt heerlijk sushi gegeten. Het was echt goed, hè. Wat is het? Ik heb alleen heel slecht nieuws. Avondklok om 10 uur. Oh, een fucking avondklok om 10 uur. Wie wil dat nou? Nou, wij hebben gewerkt en we zitten nu nog even met ons huis te chillen. Oh, hij heeft mijn stoel gepakt. Oh, wat een bitch. Zit jij in mijn stoel? Kijk, dit is ons huis. Gerrit, dit is Wessel. Oh. Dit zijn ook mensen op een stoel, weet ook niet waarom, maar ja, hè. Waarom? Ik ben net zo rood als je vlogcamera. Gerry gaat ook vloggen, abonneer allemaal op Gerrit. Nog wat. Heyo. Heyo. Toen moesten we nog wachten op onze supervisor. Goedemorgen allemaal, wij zijn nu onderweg om onze was op te halen, want die had Floor laatst weggebracht en die mochten we nou ophalen, dus dat is fijn. En daarna gaan we nog even naar huis om die weg af te zetten. Dan gaan we een topje terugbrengen wat ze laatst van mij hadden gekocht, want die pas ik niet. En dan ga je door naar een leuk strandje. Ik weet alleen niet precies welke. Dat moeten we even kijken. En vanavond gaan we eten bij Poke. Daar kan je zelf je pokebol samen stellen. Dus ik ben heel benieuwd. Want iedereen zegt dat het heel lekker is. We moesten nog even naar de Mango. En we wilden iets terugsturen. We kregen geen geld terug. Dus nu hebben we even... Ik heb een portemonneetje. Deze en Flora heeft een andere. Nou, alle strandjes waar we heen wilden, die waren vol. Dus we liggen nu gewoon weer bij Mambo. Ja, we hebben niet echt op de strand gelegen, maar we zijn er wel vaak geweest met de feestjes en zo. En gegeten. We hebben even twee chips on the beach besteld. En op zich liggen we hier wel prima hoor, kijk maar. Kijk, hoe lekker. Wat? Ik denk het ook, ja. We hebben lekker strandhoekje gehad. We waren toen nog bij Mambo geweest en echt, we hebben even lekker geslapen in de zon. En
Nu gaan we even naar ons huis even omkleden en opfrissen en zo. En dan gaan we pokebol eten bij poke. Oh, deze is kip teriyaki. Nee, het is geen kip teriyaki, maar ik weet niet wat het wel is. Staat je naam erop? Oh ja, mijn naam. Mooi ook. Oh, top. Heerlijk. Kijk, heel veel zin in. We hebben nu onze tweede ronde. Ja, wij eten. Wat? Ja, nee, hoeft niet meer. Is het lekker? Ja, heerlijk. Ja? We hadden gamba's. Oh ja, wauw. Wauw. Lekker, joh. Heerlijk. Wie heeft dit gedaan? Wij zijn weer terug en we hebben vandaag kettingjes gekocht. Want je hebt hier van die hele leuke kettingjes van het eiland, zeg maar. Curaçao. Wat? Van Curaçao. Van Curaçao. Hier zijn ze. Even unboxing. Enig zijn ze, toch? Kijk. Zit hem eens op zijn. Je ziet dit ook. Oh, je ziet, dit is de vorm van het eiland. Zo, daar heb ik drie dezelfde lengte. Oh, dat is kut. Dat heb ik denk ik ook. Dit is hem. Maar... Zo, dit is hem. Zo, ik ben echt hoppie verbrand. We zijn op het strand en we gaan eventjes ontbijten. Want Anne is jarig, dus we gaan even ontbijten bij een strandtentje. Zo, en... kan je niet parkeren. Dat is wel echt krap. Ga er gewoon Dus we gaan even bij kokos eten. En we gaan nu eerst even onze kaartjes halen voor Klein Curaçao. Want volgende week vrijdag gaan we naar Klein Curaçao. En daar moeten we even kaartjes voor halen. Dat is leuk en daarna moeten we werken, dus dan gaan we meteen door naar het werk. De Het is echt een leuk actie, hè? Nou, we zitten nog te wachten op Roos. We zitten wel al heel lang aan tafel. Maar ja, Roos heeft hier weer verslapen. Dus we moeten even wachten en over anderhalf uur moeten we al werken. Straks alles in anderhalf uur op. En Anne is jarig. Zeg allemaal gefeliciteerd tegen Anne. Ja, in de comments. Ja. Lekker. Ik heb denk ik oprecht al. En Roos is er. Hi, ik ben er eindelijk. Duurde te laat. Duurde even. Nou, ik heb echt al 3 dagen niet vlogd. Maar wij hadden hier even een... after bij ons thuis en nu is het avondklok en Silver wilde eigenlijk gewoon naar huis rijden, maar dat is politie in de straat, dus hij kan niet naar huis. Dus nu hebben we hier een lekker bedje van kussens gemaakt. Maar Silver... Ja, nu ligt hij nog even daar, maar dan gaat hij heel snel weg. En hij gaat mooi hier op ons bed liggen. Goedemorgen allemaal, wij zijn wakker. Gisteravond hadden we nog even na het werk een soort... thuisfeestje of zo, was wel heel gezellig. En nu gaan we even naar het strand. We moeten straks bewerken, maar eerst even lekker naar het strand. Goedemorgen. Wij gaan eventjes boodschappen doen. Ik heb dit aan. Even boodschappen doen. En wij moeten om 12 uur werken vandaag. 12 tot 9. Dus het is nu 10 uur of zo, dus we gaan even snel boodschappen doen. En ik neem jullie mee. Ik heb alweer eventjes niks gevlogd, maar we moeten steeds nu overdag werken. En dan s'avonds kunnen we bijna niks meer doen, omdat we avondklok hebben. Dus, ja. In de winkel hebben we best wel veel boodschappen. Kijk dan. Best veel voor ons doen. Nu gaan we even betalen en dan moeten we over een uurtje of zo moeten we al werken. Goedemorgen allemaal. Het is nu 9 uur 's ochtends of zo. En wij zijn even drank aan het halen, want vanavond hebben we een feestje bij ons. En, we zijn even aan het kijken welke het goedkoopste is. Want we moeten echt heel veel halen. En dadelijk gaan we even eens ontbijten. Want Manon uit ons huis heeft naar de laatste dag hier. Dus die gaan we even een afscheidsontbijtje doen, soort van. En daarna moeten we werken. Het is de corona geworden. Dus ik zal even gehaald. We hebben allemaal een mandje vol met... bier. We hebben 8 kratten bier. En chipjes en rietjes en alles. Hier. Kijk hoe lekker. Ik ben hier denk morgen weer. ik moet namelijk de rest van de kamer ook nog weer. Nou, ik zie niet meer. Maar ik wil eigenlijk ook nog een keer. Ja, het ziet er echt allemaal goed uit. Bij de pizza.
mooie kamershoes aan van Hoeveel zijn we nu aan de kamer? Oh, wauw. Zij stelt in de jurk. Ik denk niet dat dat een slim idee is. Oh, hi Esther. Hallo. Nou, hallo. We moeten 3, 2, 1 en dan beginnen. 3, 2, 1. Bontani. Hallo. Ja, wat gaan we zeggen? Dit is, ik film wel al, hè, jongens. Ja, maar niet even. Hoppie Litface. Hoppie Litface. Nee, je moet wel openen eerst. We openen de vlog. Wat gaan we zeggen? Goedenavond, dames en heren. Hi, welkom bij een nieuwe vlog. Oké? Nee. Welkom bij een nieuwe vlog. Hier hebben we ook iemand. En ik weet niet wie dit is, maar... Het is Renske de vlog, toch? Het is Renske de vlog. Hey, Renske de vlog. Ja, heel leuk. En we gaan nu eerst even buiten kijken wat er allemaal aan de hand is. Kijk, hier heb je allemaal mensen staan. Hoppie gezellig hier. Kijk, hier gaan we nog het zwembad in vandaag. Hoppie leuk. Hoe scherp het stel? Stel is scherp. Als ik dit in... Gaan we los. Security, kom. Of blijf hier, ik weet niet. Waar is dat? Er is security. Is op de vlog, hè? Hoi allemaal, goedemorgen. We hadden gisteren een feestje gehad en er kwam politie, dus het was wel klaar. Maar daarna verder aan. We hadden gewoon even met onze huisgenoten. Het was wel heel gezellig. En het is natuurlijk avondklok, dus daarom mag het allemaal niet. Dus hebben we even opgeruimd, want het was nog een beetje rommel. En nu gaan we naar het... Oh, het is zo warm. Ik zit in die auto in. Verdeugel. We gaan even ontbijten met een groep, want Jort heeft nou zijn laatste dag vandaag en die gaat vanavond terugvliegen. Dus we gaan nu eventjes ontbijten ergens en vanmiddag gaan we achter zo'n jetski aan op zo'n band. Dus dat is ook wel leuk met gewoon een groep die vandaag vrij is, zeg maar. En... Oh, schrik niet kapot. Was verloren, denk ik. Ja. Ja. Ik ben met een mimosa. Kijk. Lekker eten. Ik heb me nooit goed voorstellen. Nee, wil je even goed voorstellen? Ja. Werkt dit? Ik heb nooit... Oh, nice! Meisje van de knas. Ik ben inderdaad een meisje van de knas. Maar ik ben Diebertje. Ik ben 19. En ik kom uit Bergen. En ik ben de knaktingin van Renske. En we zitten nu bij... Oeh, wat is dit? Touch. We zitten nu bij Santa Beach. Echt heel mooi. We zijn op Curaçao. En het is Jortje laatste dag vandaag. Ja. Dus ik zei, Pien is de frietjes. Pien heeft lekker een stevige zaal. Wauw. Stel het door. Ik heb gambas. Daar zit de rest. Door. Isa. Sam. En Niel. Vet gezellig. Wij gaan nu lekker eten. En... Staat je op even achterop? Ik check jullie later. Nou, wij liggen hier lekker op het strand. Al heel de dag eigenlijk. Ja, hier is lekker zwembadje aan het strand. We hebben net op zo'n banaan achter een jetski gezeten. Dat was wel grappig. Het ging niet mega hard. Maar het was wel leuk. En we gaan dadelijk even lekker wat eten. Even een frietje halen. En nu een frietje halen en dan gaan we straks uit eten. Strandtennis en andere strandspulletjes aanwezig. Ja, vertel. Voor wie daar zin in heeft, deze dag is inclusief ontbijt, broodjes, openbouw, heerlijke barbecue, bevendus en snorkelmat. Broodje? Oeh, lekker. Dat is snorkelmateriaal, dus hoef... Hey, snorkelmateriaal, dus we hoeven onze eigen snorkel niet mee te nemen. Die is wel vrij. Niet de snorkel meenemen. Oh, dat staat er ook weer bij. Oh. Maar ik kan het programma niet zien, maar heb je ook saus? Oeh, lekker. Hier, maak je wel mijn mond. Ja, die zijn pittig, hè?